niets is voor mij een verrassing. Ik verwachtte gewoon een vrijspraak. Ik kan me niet voorstellen dat bij het gerechtelijk vooronderzoek al duidelijk was dat Rietveld niets met deze zaak te maken heeft gehad. En toch is men doorgaan. Ik heb 15 jaar lang moeten wachten hierop. Het is een beetje een opluchting, omdat iedereen zat een beetje in spanning. Maar voor mij is het een opluchting dat er eindelijk nu een beslissing is genomen. Ze zijn wel betrokken geweest bij het ophalen van de vermoorde personen. Maar ze hebben dat gedaan als ter uitvoering van een dienstopdracht of dienstorder. En dat er verder daarbuiten geen enkele betrokkenheid is gebleken bij het beramen van de moorden of bij het uitvoeren van de moorden. Waarom had meneer Dindou van vandaag? Wat zou hij hebben gedaan? Precies hetzelfde als wat de heer Bouters heeft gedaan, de hoofdverdachte, namelijk het kalm beraden om mensen op te pakken en daarna te vermoorden en ook, namelijk in mijn woorden zeggen, toezien dat die moorden ook gepleegd zijn, daarbij ook geassisteerd zelf heeft om een wapen dat haperde, om dat snel te repareren of althans weer bruikbaar te maken, zodat er doorgeschoten kon worden. Dus net als bij de verdachte Boutersen heeft de heer Dindou volgens de bewijsmiddelen of de verklaringen die de auditeur militair heeft aangehaald zelf niet geschoten, maar hij was daar wel bij aanwezig bij het schieten en heeft ook een wapen dat haperde zelf weer in orde gemaakt, zodat met datzelfde wapen doorgeschoten kon worden. Maar het gaat dus om een aantal zaken, niet alleen het schieten, dat is het laatste moment, maar het begint bij het beramen van het plan, het maken van een draaiboek, het uitvoeren van het draaiboek en erop toezien dat het draaiboek wordt uitgevoerd. Dat levert allemaal ten aanzien van de verdachte Dindou, volgens de auditeur militair, voldoende bewijs voor zijn schuld als medepleger aan deze 15 moorden. En is ten aanzien van hem ook 20 jaar geëist.